Wat tof dat je solliciteert voor een baan bij Defensie. De komende periode zul je een zwaar trainingstraject gaan doorlopen. Maar voordat je daaraan kunt beginnen, moet je eerst door de aanstellingskeuring. Tijdens deze keuring wordt bepaald of je medisch geschikt bent voor een baan bij Defensie. Er wordt onder andere getest op je fysieke uithoudingsvermogen en je psychische gezondheid. Inzet wil ik zien van jullie. Waarom moet je deze keuring doen? Wat kun je ervan verwachten? En hoe kun jij je voorbereiden? Dat zie je in deze video. Dit is de klusse 2 keuring. De keuring begint met een ooggetest. Hier worden je ogen getest op gezichtsveld, kleuronderscheidend vermogen en gezichtsscherpte. Een militair moet met beide ogen bij dag en nacht alles kunnen zien, waarnemen en onderscheiden van elkaar. Tijdens de gehoortest wordt duidelijk of je geluidssignalen van elkaar kunt onderscheiden, de richting van het geluid kunt bepalen en of je een gehoorafwijking hebt. De fysieke test is een belangrijk onderdeel van de aanstellingskeuring. Door middel van 11 testen wordt vastgesteld of jouw lichaam fit genoeg is voor een baan bij Defensie. Voor sommige onderdelen gelden per fitheidsniveau andere eisen. Voor jouw fitheidsniveau moet je deze oefening 60 seconden vol kunnen houden. Er wordt ook getest of je boven je hoofd kunt werken. Bij deze oefening moet jij 60 seconden het steekgewicht verplaatsen en 60 seconden de vleugelmoeren aandraaien zonder je armen naar beneden te laten zakken. Voor de onbelaste hardlooptest ga je 12 minuten hardlopen. Voor jouw fitheidsniveau moet je binnen 12 minuten 2200 meter hebben afgelegd. Bij deze oefening loop je 25 meter met extra gewicht. Voor jouw fitheidsniveau moet je dit 10 keer kunnen herhalen met een gewicht van 20 kilogram en 10 keer met een gewicht van 30 kilogram. Met een verzwaarde rugtas ga je marsen. Voor jouw fitheidsniveau moet je 20 minuten kunnen lopen met een rugtas van 25 kilogram. Aan het einde van de aanstellingskeuring krijg je de uitslag van een arts. Hier krijg je te horen of je door de keuring bent gekomen en kan gaan beginnen aan de opleiding. Heel veel succes tijdens de keuring. En wil je meer informatie over de keuring en over de oefeningen? Check de website www.werkendbijdefensie.nl.